Arjen van der Kieft, jij hebt hier gewoon voor een waanzinnige surprise gezorgd in de B-groep. Ja, zeker. Ook voor mezelf. Weer een fantastisch persoonlijk record. Net als met NK, NK afstanden. En nu dan in de B-groep, 9:45 ochtends. De 10. Als je het hebt over fantastische persoonlijke records, dit is een fantastisch persoonlijk record. Je komt in de buurt van de 13-minuten grens. 13:04:03, hè? Ja, 13:04:38. Voor dit seizoen was mijn persoonlijk record nog 13:34. Dus moet je nagaan hoeveel eraf is al. Ja. Skobrev en Bukke hebben heel veel moeite gehad om die tijd te verbeteren. En de andere jongens, een heleboel andere jongens, zijn ver achter je geëindigd. Deze 13:04 doe je internationaal top 5 mee. Ja, ik ben echt verbaasd dat een man als Fabrice, Carlo Verheijen en ook Wouter Oldeheuvel gewoon 16 seconden achter mij zitten. Dat zijn jongens die goede 10 kilometer kunnen rijden. Maar jij toch ook gewoon? Dat blijkt toch? Ja, het blijkt ja bij dit. Maar zo goed of zo'n gat had ik niet verwacht. Hoe heb je het beleefd? Want je ziet, je bent aan het rijden en dan merk je ineens dat je super hard gaat. Ja, het ging vanzelf. Het ging net als het NK, het middenstuk, gewoon in een flow. Gewoon zo ongelooflijk hard. En dan nu gewoon niks laten liggen. Op het NK had ik nog een aantal ronden op het eind die richting de 33 gingen. Dus net nog geen 33, maar nu gewoon 31,5 stabiel. 33 kwamen helemaal niet in beeld. Nee, zelfs geen 32er. Dus het was gewoon technisch kon ik hem nu nog beter stabiel houden als het... Dat was de enkele afstander. Je hebt zo gigantisch hard gereden en je hebt je ook in de picture gereden. Ik denk dat er vanavond op Schiphol gewoon geen rustig vliegtuig meer kan landen. Dat zien we daar wel. Je bent erbij als het goed is. Maar het gaat ook stormen, niet zomaar. Oh ja, nee. Je hebt ook gezorgd voor storm in het Vikingschip. Dat zeker, dat zeker. En ik kijk er zeer, zeer tevreden naar terug.